welkom op het imaginaire eiland. Dit is Jennifer en ik ben Dionne en wij zijn jullie gidsen dit jaar voor het Oerol Festival. Zoals je ziet, wij staan geen 1,5 meter van elkaar vandaan. Dat komt omdat wij één huishouden zijn. Jennifer en Dionne zijn twee vlotte jonge vrouwen die vrolijk de camera inkijken. Jennifer staat links en heeft bovenop haar hoofd lekker woest zwart omhoogstekend haar. Het haar aan de zijkant en achterkant heeft ze tot ruim boven haar oren weggeschoren. In die oren hangen grote oorbellen met het vrouwensymbool. De ene roze, de ander zwart. Ze draagt een zwart t-shirt met witte opdruk en daaroverheen een zwart jack met aan de voorkant een roze bloemenprint. Dionne, rechts, heeft heel lang zwart haar, naar achteren gehouden met een zwart-witte bandana. Ze heeft grote, dunne, ronde oorringen in en draagt een lichtgele blouse met zwarte stipjes. Daaroverheen een spijkerjack met op de rechterzak pareltjes en 3 brosjes met strassteentjes. De brosjes zijn in de vorm van het logo van Coco Chanel, 2 letters C in spiegelbeeld. Ze staan voor een houten hek waar een groenblauw doek tussen gespannen is. Op het doek staat in gele letters Oerol, het imaginaire eiland. Dit jaar kunnen jullie helaas niet per boot naar ons toe komen, maar wel via het digitaal kanaal. Heb je namelijk Zoom of YouTube, kan je ons volgen. En heb je Twitter, Instagram of Facebook? Hou ons dan in de gaten voor de laatste updates. Als je www.oerol.nl intypt, dan kom je op het imaginaire eiland. En dat is jouw leidraad voor de komende dagen. Juist, en je ziet dan een plattegrond. Op het plattegrond zie je allemaal puntjes. En op die puntjes moet je lekker gaan klikken, ontdekken, zoeken en vinden. Fantastisch. Wat je ook hebt is een balk. En in de balk zie je een aantal programma-items staan. Daar mag je ook op klikken. Het imaginaire eiland is gratis voor iedereen. Ja, maar cultuur is niet gratis. Dus wil je supporten, kan je of doneren, of een bandje kopen, of je wordt vriend van Oerol. En ben je dit jaar toch op het eiland? Let op, Oerol organiseert dit jaar geen programma voor live publiek. Maar kom jij onderweg toevallig toch wat tegen, hou alsjeblieft afstand. De makers die moeten gewoon in alle veiligheid een stukje kunnen maken. Je kan het online volgen, dus sluit alsjeblieft niet aan, want dat kan en mag niet. Mocht het zo zijn dat je dat nog niet hebt gedaan, schrijf je dan in voor de ochtendpost. En vraag al je vrienden om dat ook te doen. Kom je er niet uit? Snap je er helemaal niks van? Klik dan op de button van de helpdesk. Dan gaan wij je helpen. Wij? Nee, ja, techniek. Ja.